Ik maak me sterk binnen het sociaal domein. Met name voor de mensen die tussen de mazen van het systeem zijn beland. Want ik vind dat iedereen een tweede kans verdient. En een beetje liefde kan er net het ene verschil maken. Ik ben Sonny Boelhouwer en ik werk binnen sociaal werk. Met name met ex-gedetineerden die om wat voor reden dan ook veroordeeld is. En niet weten waar hij het zoeken moet. Dan kunnen ze bij ons aankloppen. En dan gaan wij kijken wat wij voor deze persoon kunnen betekenen. In mijn verleden ben ik 10 jaar militair geweest. Daarvoor heb ik meerdere uitzendingen gedaan, waaronder Afghanistan. En als je lang genoeg onder die druk en onder die spanning staat, dan doet dat wat met je. Uit eigen ervaring weet ik hoe het is als je er alleen voor staat. Als je niemand om je heen hebt bij wie je terecht kan en niet weet waar je de hulp moet gaan zoeken. Dat is voor mij daarna de voornaamste drijfveer geweest om te zeggen van als er mensen zijn die problemen hebben, die een hulpvraag hebben, dat ik ze ga helpen en dat ze bij mij kunnen aankloppen. Want wij zijn er en ik ben er voor ze. Iemand die verleden heeft met middelengebruik, of iemand die om wat voor reden dan ook met politie of justitie in aanraking is geweest, die hebben gewoon veel meer moeite om op de woningmarkt terecht te komen en daar ook een woning te kunnen bemachtigen. Waardoor deze jongens nog langer buiten op straat moeten blijven. En wat ga je dan doen? Ga je weer hetzelfde cirkeltje om? Ga je weer stelen of je gaat weer dat doen? Want je hebt geen inkomen, je hebt nog niks geregeld, er is geen woning. En dan begint het weer opnieuw en dat houdt zich in stand. Een belangrijk stukje in het sociaal werk daarin is dat het beter gecommuniceerd moet worden of beter samengewerkt moet worden met bijvoorbeeld reclassering, de gemeente, de gevangenis. Omdat deze mensen veilig op hun eigen gebied, op eilandjes werken. Iedereen doet zijn stukje en dat moet anders. Er is een jongen bij mij aangemeld, deze jongen was 24 jaar toen de tijd. Die had geen huis meer, die had problemen, die leefde in zijn auto. Hij was verslaafd aan middelen. En die heb ik 3 jaar lang heb ik die intensief ondersteund. Waardoor hij nu zelfstandig woont, hij heeft een baan. En hij gaat op vakantie, hij heeft zijn geld op orde, zijn schulden zijn opgelost. Hij gebruikt niet meer, dat vind ik gewoon geweldig. Dat iemand zo zijn leven weer opgepakt heeft en zo diep als dat hij zat. Zo vrolijk en gelukkig is hij nou. Mijn ambitie zou zijn dat ik meer bekendheid zou willen voor deze doelgroep. Dat er meer zicht op is en dat zij gewoon meer nodig hebben. Omdat ze vaak al een verleden hebben of trauma's die ervoor gezorgd hebben dat ze deze kant op zijn gegaan. Maar dat moet ook aangepakt worden. Daar moeten ze ook de hulp bij krijgen die ze verdienen. En daar wil ik wel hard voor maken.